voetbal dan. Club Brugge heeft grootse plannen. Het wil een gloednieuw multifunctioneel voetbalstadion bouwen, even buiten de stad. Dat zou volledig gefinancierd moeten worden met privégeld. Maar nog voor de plannen concreet zijn, rijst er al protest bij de buurtbewoners. Ook het stadsbestuur van Brugge is niet enthousiast. Niet uitbreiden is sportief niet meer meetellen. Dat is de stelling van Club Brugge. Het huidige Jan Breydelstadion is met zijn 29.000 plaatsen te klein. Overal in Europa, zelfs in landen vergelijkbaar met België, bouwen clubs moderne stadions. En overal komen er plots een pak meer toeschouwers. Dus hebben we een revolutionair stadion nodig, multifunctioneel, met 40.000 plaatsen, comfortabel, beter bereikbaar, maar vooral betaald door privé-investeerders. Jan Breydelstadion uitbreiden is dat uiteraard mogelijk en renoveren uiteraard ook. Maar wie gaat dat financieren? Wij krijgen geen signaal van de overheden, dat de overheden dat op zich zou pakken. En anderzijds wenst Club Brugge zijn middelen die bestemd zijn voor sportieve doeleinden niet te gaan aanwenden en in stenen te gaan steken. De ideale locatie ligt even buiten de stad, dat is ook overal in Europa. Concreet denkt men aan een stuk landbouwgrond in Loppen, maar dat zien de bewoners daar niet zitten. Het is echt gezellig om hier te wonen en dan komt plotseling zo'n mastodont van een voetbalstadion. Dus wij vrezen inderdaad voor een enorme grote overlast. Ook de stad Brugge, de eigenaar van het huidige stadion, is tegen. Voor Euro 2000, amper 7 jaar geleden, investeerde de overheid nog zowat 10 miljoen euro in het Jan Breydelstadion. Omdat ik vaststel dat de 30.000 zetjes op vandaag die voor een stuk kunnen uitgebreid worden, maar dat op vandaag die 30.000 zeker genoeg zijn. En dat zal in de toekomst misschien een probleem vormen. Wel, dan kunnen we erover praten om nog wat uit te breiden. Maar dat zal met mate zijn. Heel concreet zijn de plannen nog niet. Men zit nog maar in de studiefase. In het allerbeste geval is de verhuis pas voor 2010.